wat er gebeurde in de vorige aflevering. Oh nee, de worstenbroodjes zijn op. Ik ga nieuwe kopen, Robin. Ja, snap ik natuurlijk. Kopen. Kom je mee? Of? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hey, ik heb een worstenbroodje. Ik heb ook een worstenbroodje. Pak hem even vandaan. Stap in nu. Ah, Robin, stap okay. in. Nu officieel jullie neer. Ik zit. Jullie gaan voor ons de bank beroven. We gaan een bank beroven. Ben je er klaar voor, Robin? Ja, zeker. We gaan zeker. De bank overvallen in 3. Lekker. 2. 1. 1. Wat een grote deur. Wow, wat lijp. Robin, alles stelen. Snel. Sirenes. Robin. Rennen. Ik heb het broodje op mijn hoofd gedaan. Wat doe ik ook voor Robin? Ah, we moeten weg hier. Rennen. Rennen. Handen omhoog. Wat? Maar... Oh, boeien. Handen omhoog. Zijn jullie neerschieten? Probeer maar niet te boeien. Robin. Nee! Nee, we zijn gevangen door de politie. Veel plezier in de gevangenis. Het is onmogelijk om te ontsnappen. Oh nee, nu gaan we naar de gevangenis. Dit gaan Arthur en Dief niet fijn vinden. Oh, Robin, ik heb iets geheims gevonden. Ja, daar was ik net naar jou onderweg, Max. Oh. Zullen we Evelien vermoorden? Ja, hier. Ik heb Evelien vermoord. Weet jij hoe we hieruit kunnen ontsnappen? Kijk, we moeten informatie verzamelen. Wij hebben informatie nodig. Seth, oh mijn god, wat is dit? Ik heb een tip of zo. Zoiets hing ook... Ook in mijn cel. Dit was je grootste fout, Steve. Ah! Steve is ook vermoord. Hé, hier is een button. Kan ik alleen niet op... Wow, wat is dit? Wat een gekke button. Ik kan er niet op klikken. Kan je er ook niet op klikken? Nee. Huh? Maar wat nu? Niks, nu gaan we door. We hebben in ieder geval de nummers. Ik denk dat we nummertjes moeten verzamelen. Dat heel belangrijk is. Welke heb je allemaal? 1, 4, 6 en 7. Oké, dus dan hebben we nog 2, 3, 5. En 5. Nodig. Tot nu toe. Oh, dit zijn de dingen. Hier hebben we niks gevonden, toch? In de... Oh, hier is er eentje. Robin, hier. Oh. Zie je, laten we even controleren op dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gedaan. In vrouwenkruid hadden we ook geen gevonden, toch? Sorry, vrouwen. Volgens mij niet, nee. Ik ga nog één keertje bij jullie kijken. Ik weet dat het een beetje viezerig is, maar... Had jij in je kamer ook zoiets, of niet? Niet dat ik weet. Niet gekeken in ieder geval. Oké, vrouwentoilet heeft niks. Oké. Laten we nu dan even hier kijken, in die laatste kamer. Oh, wacht. Misschien... Oh, hier is nog een persoon in de cel. Oeh, wacht. Ik ga kijken, want sowieso een keuken is nog een papiertje die we niet gevonden hebben. Ja, ik heb nummer 2. Nice. We hebben de mayonaise hebben we wel laten leven. Maar mayonaise heeft nog niet zoveel keer gedaan. Hij zegt gewoon letterlijk, hier heb je kwak. Ja, precies. Dan missen we tot nu toch nog 5, als er niet meer dan 7 is. Ja, oké. Okay. Wie is dit in de cel? Jessica. Nou, wat heb jij te zeggen, Jessica? Hey, jullie. Hoi. Wat is er? Waarom kom je mij zo bekend voor, Jessica? Dat is niet relevant, is... zegt ze. Maar ze heeft wat horen rondgaan. Wat heeft ze horen rondgaan? We hebben geen tijd om te roddelen. Nee, we hebben geen tijd om te roddelen, nee, Jessica. We hebben helemaal geen zin in. Nee, dit hoeft ook niet belangrijk het te zijn. Het is niet belangrijk. Oké, snel dan. Allee, snel dan. Waarom zeg ik alleen? Dat zeg ik helemaal niet. Er komen hier heel vaak wachters langs 's nachts. Ze praten al wekenlang over een nieuwe code. Ah, die zijn wij aan het verzamelen, die code. Ja, wat heeft die code met ons te maken? Ja, inderdaad. Ja, geen idee eigenlijk. Een klein vogeltje heeft mij verteld dat jullie willen ontsnappen. Wie ja, is het vogeltje? Dat Jessica, pas op hoor, ik heb iedereen al vermoord. Ik vermoord jou ook zo. Dus die code, die is voor de wapenkluis. Ah, de wapenkluis, dat wist ik al. De wapenkluis! Ah. Jup, als jullie de code vinden dan, wel, ik weet niet wat er in die kluis zit, maar ja, nou, ik denk wapens. Ik denk ook wapens. Je zult er zeker iets aan hebben, nou, dat denk ik ook. Dankjewel, Jessica. Was dit de informatie die je wilde geven? Bedankt. Was dit het, Robin? Ik denk het. Je weet wat ons maar ze heeft ons zaten. Wel echt geholpen. Ze heeft ons geholpen en daarom zullen we je alsnog vermoorden. Dankjewel, Jessica. We willen geen... Kijk, iedereen die wij hier hadden wist dat wij wilden ontsnappen, volgens mij. En we willen geen getuigen hebben, hè? Nee. Nee, daarom. We willen geen getuigen. Iedereen die dat wist... Willen we nou ons bezoekuur? Ja, doe maar. Ik weet het is Gerard. Hey, René! En René komt ons bezoeken! René! Oh mijn god, wat leuk dat je even komt. Niemand komt jou bezoeken. Ja, leuk. Dat vind ik ook. Niemand weet je, komt kijk, jou bezoeken. Ik ga wel kijken. René, wat leuk dat je er bent. Wat doe je hier? Hoezo, wat doe ik hier? Ik zit vast. Ik werd gedwongen, René. Het spijt me. Hoe kom je hier nu weg? Ik ga ontsnappen, René. Geen zorgen. We zijn een ontsnappingsplan aan het maken, René. Maak je geen zorgen. Oké, zorg ervoor dat je niet in de problemen komt. We komen niet in de problemen, René. Maak je geen zorgen. De problemen komt goed. Veel geluk. Dankjewel, René. Leuk dat je even kan bezoeken. Robin, bye bye. Wil jij een gedag zeggen tegen jouw bezoeker? Ja, zeker. Hey, Peppe, papa. Hey, Plop! Hoe is Plop levend? Plop leeft weer! Dit kan niet! Dit is Plops vader. Dit is Plop. Plops vader. Plop is nog een kind. Plop, mooi zoon. Dit is Plops vader en dit is Plop. Wacht, wie is dit dan? Wie is... Oh mijn god. Plop heeft een vader. Plop heeft de eigen storyline gekregen. Wow. Hey, meneer. Goedendag. Ik ben Prots vader. Ik kom hier elke dag, maar Prot komt maar niet. Oh, maar Prot is zoek. Ik heb niet gezien. Hé, ja, doei. Hé, hey, hier is een papiertje, Robin. Oh. Oh, man. Jongens, zullen jullie allemaal even een like achterlaten voor Plop? Wat heeft Plop nog meer te verbergen? Hij heeft een vader, hij heeft zijn eigen story. Plop is dood! Nee!
Nee! Plop! Hij zegt niks meer. Ook niks meer. Kijk hoe verdrietig die kijkt. Jongens, laat allemaal even jullie verhaaltje achter voor Plop in de reacties. Vertel jullie liefdesverdriet over Plop. Plop is het grootste karakter in tot nu toe. Ik ben zo verdrietig dat Gerard niet is gekomen. Ik had Gerard die zo graag willen zien. Dit was zo'n goede toevoeging geweest als ze Gerard daar hadden neergezet. De skate van Gerard. Man. Maar Plop, tot nu toe van alle maps van de kijkers die we ooit gedaan hebben, heeft Plop het meeste storyline. Plop heeft het grootste verhaal tot nu toe. Laat het teruggaan. We gaan terug. Oké, we hebben het bezoekuurtje gehad. Plop was wedergekeerd, maar helaas heeft Plop het nog niet overleefd. Nu kunnen we doorgaan naar de laatste ruimte die we nog niet gehad hebben. En dat is deze hier. Maar wat is dit? Ik denk een soort van kantoortje of zo. Ik hoor vuur. Hallo. Kunnen we hierin? Deze hier zijn we ook nog niet. Wat is dit? De bibliotheek natuurlijk. Onder constructie. Oké, daar komen we zo. Laten we eerst de bibliotheek gaan. Laten we elke barrel even inspecteren. Kijk, daar zit ook een barrel achter, zie je? Achter de bosjes, maar dat zal wel niks zijn. Nee, inderdaad. Geen papiertjes ook hier? Nee, denk ik niet. En je hebt die ladder trouwens ook nog steeds, hè? Ik heb 6 ladders, inderdaad. Kunnen we hier omhoog? Nee. Zijn er geen papiertjes? Ik heb heel veel stairs. Ik heb ook planks. Laten we alles maar gewoon meenemen. Ik heb hout. Ja, denk je? Want er ligt hier echt heel veel. Ja, laten we terugstoppen. Zo. Oké, maar hier is verder niks. Geen papiertjes, niks. Nee, denk ik niet. Oké, wat is dit? Dit is een mooie kamer. Je zit sowieso wat achter. Je zit niks achter. Hé! Hey. Een potion. Hey. Wow. Kan jij de code geven? Ik ben hem vergeten. Dat mogen wij niet opschrijven, jij sukkel. En als we daarna verbranden. Oké, dan. Wow. Dus dat moest verbrand worden of zo. Hoe zit het? Dit is dialogue van guards, gok ik, of niet? Dat denk ik wel. Dit hebben guards ooit gezegd. Wat is dit voor potion of swiftness? Die zou ik daar zijn nu mee moeten nemen. Oké, maar welke missen we nu? Welk nummer? 8 en 9 als die er zijn. Oké, maar voor de rest, we hebben 1 tot en met 7 hebben we. Ja. Oké, laten we even helemaal hier naar de kluis gaan. Of naar de, wat is mogelijk de uitgang. Kijk wat hier te vinden is. Maak de code, het moet de goede zijn. Oké, dus dit moeten we bewaren. Drop de code hier. Oké, dit moeten we bewaren voor als we de code hebben. Maar ik denk dat het er 9 moeten zijn. Het zijn er meestal 9. En we hebben de volgorde nog 7, niet. Hè? Dat kan ook. We hebben ook nog geen volgorde. Dat is ook een ding. Nee, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, maar trouwens, ik heb dit. Het kan op bruine wol geplaatst worden, hè, deze lever. Nee, maar waarom hangt er een ladder? En daar zie ik bruine wol door dat gordijntje heen. Waar? Ah, oké, dus hier moeten we zien te komen. Maar wacht, komen dat we is hier? Een... Komen we hebben we die dan? Ladders nog. Die hebben we nog niet hoeven gebruiken. Nee, klopt. Maar we kunnen dit op bruine wol plaatsen. Wat? Oh my days. Dit is slim bedacht door de afzuigkap. Oké, wacht. Ik ga met mayonaise even praten. Hé, hey, maar ik wil nog eigenlijk wel wat eten. Hier is je kwak. Oké, terwijl hij... Oké, ik doe snel dit plaatsen. Ja, Broe, lekker. Kom snel. Ik kom er zo aan. We gaan via het afzuigkap. Oké, we kunnen naar rechts, maar we kunnen ook naar links. Laten we eerst links even doen. Even kijken wat we links kunnen vinden allemaal. Hier is een ruimte met een hoofd. Wat is dit? Een boek en quill. Dagboek van Prot. Dit is Prot. Ik heb Prot's hoofd gevonden. Is Dag Prot 1. Dood? Ik zit me hier te verstoppen voor de politie. Dag 2. Ze hebben me nog steeds niet gevonden en ik krijg honger en dorst. Dag 3. Ik vind de uitgang niet meer. Help. Dag 4. Ik hoorde mensen en ik probeerde te schreeuwen, maar mijn mond is te droog. Ik wou naar de wc ontsnappen met TNT, maar de meisjes wc. Maar nu zit ik hier. Dag 5. Ze heeft hier niks geschreven. Dag 6 ook niet. Dag 7 ook niet. Dag 8 niks. Dag 9 niks. En dag 10 ook niet. Romin, ik denk dat hij is overleden op dag 4. Oh, mijn hemel. Oh, nee. Oh, arme Prot. Prot dus heeft het helaas niet overleefd. Zonde. Zonde van Prot. Oh, maar dat is arme vader. Die zat elke dag op hem te wachten. Maar Prot die maar nooit kwam. Dat vind ik oprecht wel zielig. Het is ook echt een doolhof hier. Hé, hey, ik heb een uit... Oh, Robin, ik heb het gevonden. Dit is het. Oké, komt-ie. Oh. Komt-ie. Boom. We zijn nu waarschijnlijk in de office van de warden. Oftewel van de eigenaar van dit hele gebied hier. Oh. En ik heb een boekje. Ik ook. Wingdings. Oh, my days. Dit zijn alle icoontjes wat het betekent. Robin, zo kunnen we de code oplossen. Zo kunnen we de code oplossen. Oh, mijn hemel. Oh, mijn god, dat meen je. Oké, mag ik papiertje 1 eens? Ja, hoor. Oké, wat betekent dit allemaal? Dan moeten we alle codetjes vinden. Oh mijn god, oké. Dit wordt nog wat. Dit wordt echt nog een ding. Oké, jongens, voor jullie als je afvraagt wat we moeten doen. Zoals je ziet, 1 bestaat uit allemaal verschillende icoontjes. Zoals je hier kan zien onderin mijn scherm. En elk icoontje is een letter. Oké, Robin, jij moet opschrijven in het boekje van jou, oké? Ja, maar we hebben dan zoveel papiertjes. Dus is dat dan... Oké, maar geef mij maar alle papiertjes. Dan gebruik jij dit boekje. Maar nee, wacht. Ik geef mij maar alle papiertjes. Jij schrijft gewoon op wat het is, oké? Ik heb nu al het idee hoe we dit gaan doen. Oh man, dit duurt gewoon heel lang. Dit gaan we heel snel doen. Ik heb een goed efficiënte manier gevonden. Oké, komt-ie. Letter 1 is... Komt-ie? Hoezo letter 1? Oké, komt-ie. Schrijf een I op. Een I. Gewoon I. I.
En dan een N. En. Spatie. Ja. Oké, jongens, voor jullie, wij gaan deze puzzel even oplossen. Oké, jongens, we hebben als het goed is alle 7 de dingen opgelost. Robin, wat is 1? Nou, ik geef jou het boekje wel even. Oh, jij geeft het boekje aan mij. Oké, kijk, Robin en ik hebben het opgelost. 1 betekent in de keuken, 2 in de jongenswc, 3 in de kluisjesruimte, 4 in de bezoekkamer, 5 in de werkkamer, 6 in de kamer 30 en 7 in de derde kluis. Maar, het ding is, wat betekent het allemaal? Wat houdt dit allemaal in, Robin? Wat hebben we hier nog meer? Jij hebt nog meer een boekje gevonden, toch? Nee, dat was hetzelfde, het alfabet ook. Oh. Maar ik denk dat we gewoon op volgorde naar die kamers moeten nu. Ja, maar dan daar gaan zoeken. Geweest. Alleen dan hebben we toch alles al gedaan. Of zijn er nummers in die kamer? Oké, laten we eerst naar kamer 1 gaan. Inderdaad. Ja, het is zo jammer dat die gast, hoe heet die ook weer? Strots. Oh, je hebt hem nou vermoord? Oh, mijn nee. Ja, hij weet... Hij weet alles. In de keuken. Oké, 1 is in de keuken. Daar zijn we nu. Wat gaan we hier vinden? Moeten we hier een nummertje vinden of zo? Dat hebben we toch al gedaan. Oké, jongens, we hebben het probleem opgelost. Blijkbaar hebben we het verkeerd omgedaan. En hebben we gewoon met geluk al de papiertjes gevonden. Terwijl dit gewoon, dit hadden we eerst moeten oplossen. Dit allemaal, volgens mij. Ja, maar Robin, dan hadden we het niet kunnen vinden. Dat klopt helemaal niet. Niet? Nee, want hoe hadden we anders trouwens die dingen kunnen weten? Die tekst. Zonder die papiertjes. Ja, met die lever. Door die lever en die ladders. Want die ladders hebben we gevonden in de wc. Ja, maar dan hadden we het boek gevonden. Er stond leuk dit in. Maar we hadden dan nooit uit kunnen vogelen wat die tekst had. Nou ja, want wat is nummer 6 ook alweer? In kamer 30. Ja. Ja, maar dat ding is, kijk, ik bedoel. Hoe hadden we kunnen weten dat 6 in kamer 30 was? Want we hadden papiertje 6 nog niet. Want ik in mijn cel begon het met 1. Dus ik denk het wel. Ja, oké. En toen zijn we naar de keuken gegaan. Ah. En toen zijn we naar de jongenswc gegaan. Dus we hebben dit in de volgorde kunnen doen. Waar we het hebben kunnen vinden. 1 in de keuken. Ja, maar dat is ook gewoon papiertje 1. Dus je zou zeggen dat het wachtwoord dan gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is. Maar dat lijkt me niet. Dat lijkt me sterk. Maar laten we wachten. Laten we nog 1 keer naar die kamer gaan. Ik weet welke kamer ik heen wil. Robin, we hebben in deze kamers te weinig gedaan op het moment. Hier is nog te veel voor ons om te doen. Er is hier nog te... Kijk, hier bijvoorbeeld zie ik ook weer een kist. Die we nog niet gezien hebben, volgens mij. Ah, de code is 1, 2, 3, 4. Staat hier. Is dat serieus de code? Oh, die is verbrand natuurlijk geprobeerd. Oh, die hebben ze geprobeerd te verbranden. Dat was het hele idee van het papiertje, dat ze hem zouden verbranden. Maar de code is 1, 2, 3, 4. Is dat voor dat grote ruimtetje daar? Is dat dat is gewoon helemaal achterin. Hebben ze zo'n simpele code? Maar waar hebben wij al die code papiertjes voor nodig gehad? Ja, voor het verhaal die we zelf hebben uitgezocht. Ah, oké. Okay. Dat hebben we allemaal zelf uitgezocht. Dus hier moeten we een code maken. Dat doe ik al, dat is op papier. Dan bottle of enchanting om ons dingen te geven. Doe ik hier papiertje in. 1, 2, 3, 4. Doen we zo. Dan doe ik dit even terugleggen. Ik maak wel nog eentje. Dan heb jij er ook een, oké? Okay? Hier. Heb jij ook de codes 1, 2, 3, 4? Ja. Oké, let op. Hè? Ik ga hem droppen. Kan niet? Boom. Ja. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks met de code. De code is 1, 2, 3, 4. Maar er gebeurt niks. Drop jij hem eens? Laten we even kijken wat dat boekje, wat die mensen zeiden over de dialoog. Want dat stond hierin. Kan jij de code geven? Ik ben hem vergeten. Dat mogen wij niet opschrijven, jij sukkel. En als we het daarna verbranden. Oké, dan. Oké, dus dan. Hij is verbrand. Het was 1, 2, 3, 4 staat er. De code is 1, 2, 3, 4. Kijk, ik ga het nog een keer proberen. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Oh, ik gooi hem verkeerd. En. Hoppa. Er gebeurt nog steeds niks. Oh, hij is open, Robin. Hij is toch open. Huh? Hij reed wel. Huh? Zij kostte dan gewoon wat tijd of zo. Gefeliciteerd, je bent in de kluis. Oh, dit is de wapenkluis. Ah, je kan er maar 1 kans... Kom je hierheen? Oh, je bent... What fuck? Je hebt maar 1 kans om de goede deur te pakken, dus kies goed. Als het fout is, moet je alles opnieuw doen. Oh, mijn god, met een boekje. Tip. Oké, dit is een tip. Daar wachten we nog mee. Oké, Robin, we hebben dus... Maar hoe kunnen we dit weten? We hebben maar 1 kans om dit goed te doen, anders gaat het fout. Maar oké, laten we even kijken wat dus die boek... Zeiden. In de derde kluis. In de derde kluis was nummer 7. Dus dat zou betekenen dat nummer 3 de goede zou zijn. Zou dat het zijn? Want in de keuken hadden we een papiertje gevonden. In de jongenswc, in de kluisjesruimte, in de bezoekkamer, in de werkkamer en in kamer 30 hebben we allemaal papiertjes gevonden. Daar hebben we letterlijk allemaal papiertjes gevonden. En nummer 7 eindigde met in de derde kluis. En dit zijn alle kluizen. Oftewel, Robin, zullen we 3 proberen? Ik denk dat dat dus betekent... Ik zou voor 3 gaan, ja. Ja? Oké, daar komt ie. Oh, was het goed? TNT, oh mijn god. Wow, TNT, hiermee kunnen we zeker... We hebben gewoon het goed. We hebben gewoon het raadsel opgelost. Inderdaad, maar waar moeten we het gebruiken? Waar nou, dat heeft Prot gezegd. In de meisjeswc. Oh, maar deze, dat zei Prot inderdaad. Het dagboek van Prot had verteld dat we dat in de meisjeswc kunnen gebruiken. Gast, hier is en over nagedacht. En er was al natuurlijk een muur met een scheur erin, die we hadden gezien. Ja, dat was inderdaad. In de meest linker wc zat de scheur, werd ons verteld. Dat zagen wij. Dat had jij gekocht. Ja, en een blok waarschijnlijk waar je het in moet plaatsen. Want ik weet het al. Ik weet het. Wat weet je? Hoe werkt het? Hoe zit het? In de meisjeswc, hè? Ik zit het. Ja. Oké, in deze... Gewoon naar binnen, zo. Oh, ja, op het gouden blok. En dan het knopje. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Zou ik op het gouden knopje klikken? Komt-ie, hè? Doe het. Oké, wacht. Komt-ie 4 hier. 3, 2, 1.
Oeh, komt hier nog in? Komt ie? Boom! Oh my days, kijk dit dan. Kijk dit dan. Gast, er zit hier een heel riool onder. Wow. Oké, laten we in het water landen. Komt ie? Oeh, daar ga je. Pas op. Boom. Oh my days. Laat ik even allemaal blokken droppen. Ik heb te veel troep. Ik ook. Oh my days. Sokken. Gast, we zijn in een Ik heb droge sokken. Heb je droge sokken? Oh, ik ook. Oh, ik wil ook lekker sokken aan. Die hebben prot en dingen waarschijnlijk klaargelegd. Oh, prot en plot. Varen. Die wilden waarschijnlijk samen ontsnappen. Laten we weggaan hier, Robin. Oké, komt-ie. Komt-ie bukken eronder door. Hier is het parcours. Ga jij maar... Ik ga wel eerst. Dus jij kan het weer niet, zie ik nu al. Gast, wat lijp. Laten we even een moment voordat we verder gaan... om te waarderen hoe lijp dit in elkaar gezet is. Ja. Oh, wow. Je moet begeleiden, of niet? Ja. Komt-ie. Dat ging helemaal fout. Kan jij dat? Glijden? Nee. Ja, zeker. Dus moeten we hierheen. We moeten even gaan blijven proberen. Oké, maar we zijn dus nu ontsnapt via de... Oh, mijn god. Via alles. En nu moeten we via de riool dus echt ontsnappen. Hoe doe je dat? Moet je dat met shift doen? Ja. Oh, ik zie hoe je dat doet. Ah, het lukt mij weer niet. Kom, Robby, je kan de sprong halen. Doe het. Goed zo. Wacht daar op mij. Oké, ik loop ook via het vieze muurtje. Moet je dat met shift blijven doen? Nee, toch? Ja, je loopt zeg maar nu op het randje. Ah, ik loop op het randje. Wat vies dat dit werkt op deze manier eigenlijk. Zo, ik ben hier. Oh mijn god, deze sprong is heel kut. Oh, maar ik heb hem gehaald. Ik heb hem! Nee! Is er een manier hoe je mij kan helpen vanaf daar? Kan je beter vieren? Nee! Oh, ik moet hem ook helemaal halen. Dacht dat jij zo goed was in parcours. Ben ik ook. Op een mooie zondag. Oh mijn god, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna, Robin. Ik heb... Ja! Oh, oké. Okay. Let's go, we gaan verder. Laten we de nieuwe bootjes... Oké. Ik ga gewoon met jou in een bootje. Ja, dat lukt. Oké, okay, waar zijn we? Zijn we er bijna? Oh, je is een ladder naar boven. We zijn een ladder. Zeg maar dat we alsjeblieft in onze wijk uitkomen. Dat zou ik zo cool vinden. Jeetje, ik zou het zo cool vinden als we in onze eigen wijk uitkomen. Zit niet in mij te klimmen. Ja, jij. Blijf onder mij. Zo, goed zo. Oh mijn god, wat een lange ladder dit. Maar waar komen we uit? Ik wil die dief en ik wil... hoe heet die ook weer? Dingen wil ik terugpakken. Egbert. Egbert wil ik terugpakken. Zijn we? Nee. Huh? Dit is een winkelcentrum. Ja. Huh? Is een luchthaven. Luchthaven. Huh? Hey, de boot er weer van de vorige map. Boter is er weer. Ja, ik denk het wel. Gast, we zijn op een luchthaven. Oh my days. En Ash? Maar en Gerard? Zo kunnen we weer komen van de politie. Oh, alle echte mensen zijn er weer. Ze komen nooit zoeken in een ander land. Robin, we kunnen vluchten via de vlucht. Bob is ja, er we zelfs. Kunnen vluchten. Bob! Maar we hebben geen tickets. Oh, we hebben inderdaad geen tickets voor de vlucht. We zijn nu toch al criminelen. Dit kan er ook nog wel bij niet. Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Oké, laten we snel naar de check-in balie gaan. Kijk, zucht. Oké, okay, nou, hoe gaan we dan... op het vliegveld, vraag jij. Sorry, dat moet jij vragen. Ja, maar hoe komen we dan zonder, op het vliegen zonder kaartje? Maakt niet uit. Heb je ooit van een bagageruimte gezeten? Huh? Nee, heb ik niet. We gaan in een bagageruimte zitten, Robin. Laten we even kijken. Pursley! Dit zijn al die mensen van die trein! Ja, daarom zeg ik, dit zijn alle karakters van de trein. En Mason? Dat gaan wij doen. Robin, we gaan in de bagageruimte zitten. Ik wil die horen. Jij hebt hem. Kom, we vragen een paar mensen. Mason, heb jij iets te zeggen? Nee, hè? Mason heeft niet zoveel te zeggen. Oh my days, wat is dit groot. Lily, hallo, welkom in de speelgoedwinkel met allemaal hoofdjes. Hey, Brok. Mogen we om een gunst vragen? Aan wie vraag je dat? Dat vraag ik aan Brok. Waar is Brok? Nee, wie zijn jullie zelfs? Waar ben jij? Ja, sorry. Hier beneden, hallo. Oh, joehoe. Oh. Ik ben Jax en dit is Bobbin. Bobbin. Ik ben Jax. Shit, ik moet Bobbin. Even mijn zon... Oh, doe je gevangenispak uit. Joh. Zijn hey, de Jessica trouwens! Oh, Jessica is ook ontsnapt. Waar die al vermoord? Oh ja. Huh, wat doen jullie hier? Je zat toch in de gevangenis? Ja, Jessica. En waar die is zelfs vermoord? Wel, jullie toch ook, maar nu niet meer. Iemand heeft de wc geëxplodeerd. Ja, oh, echt? Wie dan? Hoe kan dat nou? Bizar. Bizar dat iemand dat gedaan heeft. Ja, heel raar. Wat ga je hier nou dan doen? Mijn vriendje Kaas bezoeken. Kaas! Die is vermoord. Kun je ons misschien meesmokkelen? Nope, ieder voor zich nu. Jezus, Jessica. Hier, we hebben er weer vermoord. We hebben er weer... Boten, wat ben je aan het doen? Boten. Maar... Mogen we iets vragen aan jou, Boten? Zeker, meneer. Boten, wat zit jij lekker naar buiten? Kijk, wat zie je allemaal? Kun je ons misschien binnensmokkelen in je vliegtuig? Ben jij piloot, Boten? Er zijn ogen, man. Dus je hebt ook grote ogen. Boten's ogen worden nog groter. Nog groter! Dat kan toch niet? Oh, nee. Dat is veel te riskant. Nu kloppen de ogen ook. Alsjeblieft, we zullen heel voorzichtig zijn, Boten. Alsjeblieft.
alsjeblieft, ik kom mee. We moeten vluchten. Nee, sorry, deze kan ik niet doen. Ah, boten willen het niet doen. Oh, dit zijn koffers, die bruine dingen. Hey, Terra en Carla. Wat hebben jullie te zeggen? Eindelijk, we gaan naar Ibiza. We're going. Ja, girls, wij ook. Girls, wij ook. Yeah. Daar gingen we ook naartoe, toch, Max? Toevallig, wij hebben onze zwembroek al aan. Ja, kijk, wij zijn al klaar voor Ibiza uit onze zwembroek. Mogen we even wat vragen? Wat zijn de grote meiden? Ja, heel groot. Ja, zeker gaaf hoor. Nou, Carla, dankjewel voor het aanbod. Kunnen jullie ons binnen smokkelen in het vliegtuig? Alsjeblieft, Carla. Carla, ik smeek het je. Terra, hou je smoel. Ik vroeg niks aan jou. Carla, alsjeblieft, ik smeek het je. Carla, neem ik ons mee. Ik maak je wel weer, Terra. Ik maak je wel weer. We wensen jullie veel geluk. Carla, dankjewel. Je hebt nog je best gedaan. Terra, ik vond je nooit leuk. Oude man, hey, ben je weer op zoek naar worsten? Oh mijn god, wat zie jij de derpje uit. Hallo, oude man. Mogen we iets vragen? Een gunst, alsjeblieft, oude man. Mag ik hem een gunst vragen? Zeker, met plezier, jongelingen. Jongelingen, kunt u ons meenemen in het vliegtuig, alsjeblieft? Jongelingen, hey. Misschien als ik er iets voor krijg. Ga je wel weer een worstenbroodje, ik weet het zeker. Als het niet, als de worstenbroodje is, word ik echt boos. Zeg niet dat het een worstenbroodje is. Ik heb zin in wat lekkers. Nee! Worst. Nee, waar gaan we wat vinden? We hebben niet eens geld, we hebben niet dat de worst... Oh. We vinden wel eens. Misschien heeft een van de winkels een worstbroodje of zo. Wow, weer een worstbroodje, man. Dat vind je lekker, dat vind je lekker. Gast, hij wil weer een worstbroodje. Jongens, als jullie nou afvragen waar het over gaat. De vorige map van de kijker, letterlijk het vorige deel waarin we op een trein een moord moesten oplossen. Ah, dat wilde hij ook alleen maar worstbroodjes. Ik wens dat ik beter kon zingen. Hé, jullie hadden bijna mijn wens gehoord, daar kwam die niet uit. Sorry. Zij kon zo slecht zingen. Oh, dit was Ash inderdaad, met een slechte zang. Weet je wat ik denk? Ik denk dat dit zich afspeelt voor de trein. Oh my days, inderdaad. Kun jij ons misschien een vliegtuig krijgen? Nope, veel geluk daarmee. Is goed, dankjewel Ash, dankjewel. Gast, jij kan inderdaad niet zingen. Wacht eens. Voor het worstenbroodje. Oh mijn god, je hebt de munt gestolen voor het worstenbroodje. Oké, hier zijn de toiletten, daar kwamen we uit. Laten we naar boven gaan, daar was de winkel voor misschien een worstenbroodje. Bob is er wel nog. Ja, Bob is weer aan het minen zeker. Dat was vorige keer ook aan het minen. Kunnen we iets vragen, Bob? Alsjeblieft, Bob. Ik smeek het je. Oei! Bob staat aan zijn diamonds in verwondering. Dat deed hij vorige keer ook al. Waarom komt hij me zo bekend voor? Oh, dan weet ik het niet. Geen idee, maar ik denk dat hij ons gaat helpen. Niet dat hij ons niet gaat helpen. Nee, Bob gaat ons niet helpen. Sorry, Bob. We zullen wel niks meer vragen. Laten we even kijken of we hierboven misschien ergens worstenbroodjes kunnen kopen. Hallo, Bursley. Wat is dit? Wat voor winkel is dit? Oh mijn god, afblijven. Afblijven. Dit zijn allemaal... Destiny en Midney. Oh, die waren toen zo boos. Oh, die waren stom. Maar ik ga wel wat vragen. Niet meer te... Jawel, ik ga wel vragen. Ik denk dat deze wel bij is op... Oh, jullie zijn naar ringen aan het kijken. Is dat het? Zijn dit ringen en kettingen? Max, ik heb het gevonden. Wacht even. Wat ben je aan het doen? Knikt. Midney knikt. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het kijken of ze naar de ringen aan het kijken zijn. Vrouwen, ik moet het zeggen. Jullie mannen haten jullie. Ze zijn alleen maar bij jullie voor het geld. Oké, dacht, we kunnen verder. Kunnen we hier worstenbroodjes kopen? Mubbert King. Hé, het kost 1 gouden nugget. Nou, betaal hem maar. Hallo, Mubbert. Mogen wij een worstenbroodje? Mogen we het broodje hebben, Mubbert? Alsjeblieft. Heb je het broodje? Oh, ik heb hem! Ik heb het worstenbroodje. Oh. Heb je nog meer? Nice. Nee, dankjewel, Mubbert, voor het worstenbroodje. Die gaan we naar de oude man brengen. Oei. Ouwe man, ik heb hier voor jou je lekkere worstbroodje. Ik vind het echt grappig dat dat gewoon weer terugkomt van de vorige map. Ja. Oké, zal ik hem gewoon geven? Ja, geef hem maar. Heb je worstbroodje, meneer? Hé, ouwe lullo. Ga ik nog wat zeggen? Of ga je hem alleen opeten? Hallo? Nee, niks. Hij heeft ons gescamd. Hij heeft ons al opgelicht. Hij zegt ook gewoon niks meer. Dat is het ook gewoon. Nee. Plaats button voor de koffer. Oh, voor in de koffer te springen. We moeten hier een button plaatsen om in de koffer te springen, Robin. Oh. Maar dan hebben we eerst maar dan moet hij waarschijnlijk... Nodig. Geven. Oh, Dodo Airlines heet dit. Oké. Maar dan heeft hij misschien de button voor ons. Ik ga even boven kijken of ik nog iets kan vinden. Misschien dat ik toch iets kan vinden wat wij gemist hebben. Of kijk jij maar even of jij nog iets uit de oude man kan krijgen. Ja, is goed. Oh, Max! Oh, hij zegt hij praat. Dus gaat u ons helpen? Oude man! Ga je ons helpen alsjeblieft? Ja. Zeker. Spring maar in mijn koffer als jullie klaar zijn. Ik heb een button. Oh, je hebt een button gekregen. Mogen we zien als je een oude man... Dat vind ik eigenlijk best wel eng. Wat zullen we allemaal in zijn koffer vinden? Ik denk heel veel worstenbroodjes. Ik denk het ook. Maar laten we het gewoon komt doen. Komt-ie. Hoppa. In de koffer. Kom Robin, erin springen. Ja. Na een half uur. Oh. Oh, waar zijn we? Psst, Max. Ik heb het echt super koud. Kijk koud. Wat zeg je? Ik hoor alleen maar de motor. Ik denk dat mijn trommelvliezen bevroren zijn. Kunnen we naar boven gaan, Robin? Ik vind het ruim heel eng. Hier in het ruim. Zullen we naar boven gaan? Een hoop stront. Wat? Wat? Ik hoor je nog steeds niet, Robin. Hier. Yeah. Oké, we moeten naar boven.
is ons nu verteld. Max, er zijn hier kikkers en katten. Kikkers en katten? Oh, natuurlijk. En honden. In het ruim, jongens, dan bewaren ze ook altijd dieren. Ze hebben kikkers, een hond, nog twee katten hier en een vogeltje wordt in het ruim bewaard. Gast, je kan helemaal niet vanuit het ruim naar het vliegtuig zelf toe. Dat klopt niet. Oh, dat klopt wel trouwens, dat heb ik helemaal mis. Je hebt allemaal brood, koekjes en dicht. Nou, laten wij maar gewoon in het vliegtuig gaan. Hoi. Oh man, dankjewel voor het meenemen van ons. Oh, wat ben ik blij dat jij ons hebt meegesmokkeld voor een worstenbroodje. Laten we niet naar dat gaan, want dan zijn we alweer, zie ik het alweer gebeuren. Dit zijn de uitgangen. Oké. Laten we kijken wat Gerard te zeggen heeft. Hij zit kruiswoordraadsels op te lossen. Oké, dan doe jij je ding, Gerard. Wat heeft de oude man te zeggen? Dankjewel voor het meenemen. Oh, jullie weer. Het worstenbroodje was heel lekker. Had u ons niet kunnen waarschuwen voor de kou, oude man? Nee. Tot morgen. Oké. Hoezo? Hoezo tot morgen? En snurk. Hij slaapt. Hij is in slaap gevallen. Mitnie en Tess, ik haat hun. Ja, echt. Van die ring. Och, ze vinden het weer saai, hoor. Ze vinden het weer saai. Jullie zijn echt stom met z'n tweeën, hè? Och. Ja. Ja, ja, och. Hier. Jullie. Hier. Mond open. Ja, ze zijn echt saai. Ze zijn echt heel stom. En Jessica is hier ook. Ze heeft een Doe je gevangenisoutfit nou eens uit. Hoezo zit jij op hetzelfde vliegtuig als wij, Jessica? Ja, dan had je ons net zo goed kunnen meenemen. Wel, jullie hebben het uiteindelijk gered, dus het maakt het uit. Ja, maar we hebben de kofferruimte moeten zitten. Weet je wel hoe koud het daar was, Jessica? Geen idee. Ze hebben hier wel lekkere koekjes. Alleen, alleen tata dan. Alleen veel plezier. Tata. Wat is alleen tata? Oké. Hey, Mubbert. Wil je liever lasagne of fishsticks? Wij zijn naar... Mubbert kon niet praten. Dat was het met Mubbert, hè? Oh, hij heeft ook geen mond. Nee. Of het is juist een open mond. Of een hele grote neus. Hij wil de lasagne. Mubbert, jij krijgt lasagne. Ja, prima. Hey, kijk eens deze tortelduifjes. We hebben boter en ijsje geheime relatie. Misschien is dat wel een ding. Oh, boter is... hij vindt het een beetje spannend omdat hij naast Ash zit. Oh, denk het ook. Krijgen we hier een liefdesverhaal? Een liefdesverhaal tussen boter en Ash? Dat vind ik spannend. Oké, hier kunnen we niet heen. Dan moeten we toch naar de cockpit. Ja, laten we inderdaad naar de cockpit gaan dan. Jongens, we zitten inmiddels in het vliegtuig. We zijn meegesmokkeld via de oude man zijn koffer. Laten we even kijken of we in de Praat cockpit... Praat pas met Bob als je helemaal klaar bent. We zijn klaar, toch? We zijn klaar hier, ja. Bob! Het is tijd om... Waarom is hij trouwens de piloot? Wat is dit? Een vertrouwde. Ik klik wel. Hallo, Bob. Nee, zeg alsjeblieft dat jij de piloot bent. Ja, inderdaad. Hey, ik krijg straks tijd. Ja, we zijn gedoemd. Het was fijn je te kennen, Robin. Oh, hij is in slaap gevallen, Max. Oh, nee. We storten neer, Robin. Nee. Een zombie op de vleugel? De zombie? Oh, er staat een zombie op de vleugel. Waar? Welke? Ik word misselijk. Alles rijdt. Welke kant? Daar staat een zombie, ja. Oh mijn god, er staat inderdaad een zombie op de vleugel. Hij komt deze kant op. Max, wat moeten we doen? Het wordt donker. De lichten zijn uitgevallen. Robin. Ik ben bang, Max. Ik ook, Robin. Blijf bij hem. Kijk maar aan. Kijk maar aan. Boom. Oh nee, Robin. Ik voel me niet goed. Ik ook niet. Duizelig. Waarom zit ik in de grond? Ik weet het niet, Robin. Er ligt... Oh mijn god. Het blijft maar doorgaan, deze man. We zijn gecrashed. Poten, Engine Destiny. Nee, waar is de oude man? Robin, zoek overlevende. Dat is het eerste wat we moeten doen. Nee, waar is de oude man? Zoek overlevende. Dat is het eerste wat we moeten doen. Oh, nee. Oh, god. Zit er één? En dan heeft Destiny het overleefd. Van iedereen. Destiny, Ash en boten zijn nog wel goed. Oh nee, we zijn gecrashed. Oh, wat is er gebeurd, Robin? Oh, ik ben zo blij dat je wakker bent. Ik dacht dat je nooit meer wakker zou worden. Oh nee, het vliegtuig, Robin. We zijn gecrashed. Ja, we zijn neergestort. Destiny, stop maar niet met huilen. Want Mitnie heeft het niet gered. Ja, Mitnie is dood. Er zijn veel mensen omgekomen, hoewel ze allemaal al weg zijn gegaan. Oh, dus weggegaan? Dus niet iedereen? Ze zijn hulp gaan zoeken in de stad. Mega. Lekker voor je, Destiny, dat je... Stomme Mitty niet dood is. Nu jij nog. Maar waar is Jessica? Waar is die oude man? En waar is de oude man? Dus wat gaan we doen, Robin? Ik denk dat we het best in die stad kunnen gaan zoeken voor de uitweg. Oké. Laten we dan die stad gaan. Ik zag wel een skeleton lopen, dus daar moeten we voor oppassen. Dat is wel ver zwemmen, vind je niet? Nee, dat is een klein stukje. Nou, ik vind het best wel ver eigenlijk, hoor. Kom aan. We hebben dit al gered. Dus dat redden we ook nog wel. Laten we het beste van maken. Ja.
Nee, je bent met een zwembroek al aan. Ja, oké. Okay. Gast, wat toevallig dat we een zwembroek aan hebben. Okay, ik doe mijn sokken wel uit, want... Oh. Oké, kom aan. We gaan even zwemmen. Gast, het is letterlijk druip door het water. Ik heb een sok voor die skeleton. Lekker diep water dit, zeg. Oh. Mm. Oké, okay, mensen zijn dus al hulp gaan zoeken en sommigen zijn dood. Dus niet iedereen moet heeft rennen, moet rennen. Oh. Ah. Robin. Oh, de zombie. Wat is dit? Oh, laat me erin. Oké, naar boven. Kijk wat we hier kunnen vinden. Oké, hier is niks boven en op zolder is... Oh, hier kunnen we naar een ander huis. Robin, naar boven, kom. We kunnen hier doorlopen naar een andere kamer. Hier zijn we wat veiliger. Pas op voor dit. Ah! Hier zijn we wat veiliger. Oh mijn god, waar zijn we? Kunnen we dingen looten hier? Oh, wat is dit? Honing? Ja, alles is een beetje nutteloos, alle dingen die hier liggen, Robin. Oh. Hey, een boekje. Een boekje? Lief dagboek. Dag 1. Ik zit gezellig in mijn kamers op dit eiland. Ik vind het leuk en heb een zandkasteel gebouwd, samen met mijn vriend. Waar is het zandkasteel? We gaan naar dag 3 meteen. Oh, er is een zombie gespot. De vuurtoren zag hem en liet een alarm af. Dus ik zit hier op mijn kamer. Robin, wacht! Wat is er? Zombie! Oh nee. Dat is nu al een apocalyptisch eiland, zie je. Kijk hoeveel mobs hier beneden lopen. Dag 4. Niemand mag naar buiten, want er komen steeds meer zombies. Naar binnen. Naar binnen. Door hierheen. Volg mij. Deze deur in. Oké, ga verder lezen. Ja, oké. Dag 4. Er mag niemand meer naar buiten, want er komen steeds meer zombies. Ik ben bang. Dag 7. Dag 1 was tenminste leuk. Mijn vriend is naar buiten om eten te halen. Ik hoor heel veel gegil overal. Dag 6. Jezus, gaat helemaal door elkaar heen. Er is een zombie hier binnen. Ik pak een pan. Ik ga nu naar boven. Soms is er een reddingsboot. Maar dit hotel is omsingeld met zombies. Dag 7. Mijn vriend is nog steeds niet terug, dus ik sta alleen voor. Help. Dag 8. Ik ga hier weg, want ik moet eten zoeken. En ik laat mijn boekje liggen voor de overlevenden. Wie is dat? Wie heeft het boek geschreven? Oké, Robin, er zijn heel veel zombies, heel veel vragen. Maar laten we gelijk naar beneden rennen, oké? Volg mij. Go. Ah, er is een zombie! Go, hierheen. Oké, deur dicht. Checkpoint. Hier is Oké, we moeten verder. Volgende. Naar beneden. Wat is hier? Niks. Muis. Oh, laat mij ook binnen. Oké, het is blijkbaar een hotel. Redstone Repeater. Daar hebben we niks aan, denk ik. Maar we zijn in een hotel. Maar waar is de uitgang hier? Oh mijn god, maar we willen niet die uitgang pakken. Ik heb net een mooie uitgang gezien. Dan moet je hem even volgen naar boven. Hierheen. Oh, Robin. Ja. Zombie pakken. Ah. Nee, niet hierin. Oh mijn god. Waar ben je nou? Help, doe me open. Help. Schiet nou op. Ik moet vluchten. Oké, ik ook. Oké, ik loop over straat. Kom hier. Volgend huis. Oh mijn god, wat zijn... Een mini zombie. Ik moet naar binnen. Ik heb 2 hartjes. 2,5. Gast. Okay. Oh my days. Robin, er is hier een zombie. Ik moet naar beneden. Ik heb hulp nodig. Ik heb eten nodig. Ik ook. Heb jij eten? Okay. Oh, ik heb nog een suspicious toe. Wacht. Ga ik hiervan regenen? Ik ga niet regenen. Ja, ik ben aan het regenen. Oh. Nice. Waar zit jij, Robin? In de vuurtoren. Ja. Ah, ik kom er. Wat zijn het veel zombies en andere beesten. Dicht. Oh, hier zit ook een spanner, dus we moeten opschieten. Laten we naar boven gaan. Oh, wat is dit? Is het een parcours? Ja. Oh my days, dat meen je. Maar wel een makkelijk. Ja, het is allemaal simpel. Oh, hier, dit kunnen wij wel. We zijn bad boys. Dit is makkelijk voor ons, toch? Dit is heel makkelijk voor ons, ik ben in de tussentijd wel geregen, dus dat is fijn. Maar ik... ik wil eten. Ik wil niet naar beneden vallen. Oh, als je naar beneden valt, ben je dood. Ik ben benieuwd waar het respawn point is. Ah! Oh, die sprong was echt heel eng. Oké. Het is niet leuk. Hoe ver is het ons laten springen? Kom op, Robin, je kan het. Yeah. Oh, oké. Oké, we hebben hem gehaald. Wat is hierboven te vinden? Een disc met 11. En niet eten. Oh, een spyglass. Dat is wel fijn. En een zwaardje. Oh, oké. Wil jij het zwaardje? Dan moet jij mij beschermen. Oké, dat doe ik deze erin. Leuk. Gaat uit. Ik doe me maar gelijk weer uit. Oké, wat is van... Oh, we kunnen in het water springen om naar de boot te gaan. Maar ik zie daar een name tag. Gerard! Robin! Ik heb Gerard gevonden. Ja, dat is Gerard van de trein. Oh, wacht. Ja, dat snap ik. Maar kijk, hier is een boekje. Sinds mijn vorige boek vol staat, begin ik nu de tweede. Journaal van Jan. Hebben we al het eerste journaal van Jan gezien? Nee. Oké, laat ik even het journaal van Jan lezen. Er zijn vandaag 6 boten binnengevaart. 2 zijn daarna weer weggegaan. Geen boten binnengevaart. 2 zijn vertrokken. 1 boot binnen, 2 buiten. De ene boot kwam 's nachts binnen. Geen boten binnen of buiten. Het is stil in de stad. Ik zit al een dag in de vuurtoren. Ik heb trappen neergehaald en verwoest. Die verschrikkelijke wezens zullen mij niet levend krijgen. Dag 2. Ik zit dit boek nu te gebruiken als laatste entertainmethode. De ondoden zijn overal. Ik zie heel af en toe een levend mens buiten. Hoewel,
Deze meestal meteen gezien worden en daarna is het niet veilig. Dag 4. Het spijt me, Annabel en mijn lieve dochter Gertrude. Shout-out naar Gertrude. Ik kan jullie nooit meer zien. Het doet me pijn om te denken dat ze bang en alleen de overval hebben moeten... De overval hebben moeten meemaken? Het spijt me. Welke overval? Dag 7. Het voedsel is op. Als ik sterf en dit wordt gezien, begraaf mijn gezin. De laatste bericht. Jan de Vorst, 1967! Jeetje. Dit is hem. Dit dingetje. Is dat Jan? Dat is Jan. Hij lacht het weg alsof het niks is. Zullen we naar Gerard toe? Gerard! Ik weet dat jij niet de Gerard... onze Gerard bent, maar hallo! Oh, er staat een soort skeleton achter hem. Oké, waar gaan we heen, Robin? Laten we naar de boot gaan. Zullen we naar de boot? Oké, dit was niet heel fijn, maar... Ben je er ook al? Oh, daar ben je. Oké, eerst een button. Wow, een boot! Ja, mooi! Zou die zo nog werken, want dan zijn we allemaal gered. Het ziet er een beetje oud uit, Robin, dus ik weet het niet of hij nog werkt. Misschien moeten we het fixen. Ja? Laten we eerst even binnenkijken. Misschien zit er wel een groot gat in. Dat kan altijd. Ik wil eten. Of een grote zombie. Brood! Bangerik steek! Oké, ik heb... jij hebt steek. Ik heb steek. Oh, jij hebt mijn god. Naar binnen, slaafje. Staat wat? Hopsa, naar binnen, slaafje. Ik noem je een slaafje. Nou, tip. Oké, dit is een tip. Die gaan we niet bekijken. Oké, redstone repeater, redstone blok, redstone dust, redstone lamp en... Oké, we moeten dus een redstone signaal zien te fixen, waardoor we de boot waarschijnlijk weer aan de praat krijgen. Wat is dit nou weer? Wat? Max? Ja? Hoe is het met Frans? Wie is Frans? Ja, dat is wel een goede vriend van jou. Wat? Frans. Waar heb je het over? Le suis moi. Oh mijn god. Hoe is het? Nee. Is dit in het Frans? Gast, ik kan geen Frans. Ik ook niet. Ik ga dit toch niet helemaal translaten naar Nederlands? Nou, dat hoop ik niet. Oh, wat is het allemaal? Staat er niet een stukje Nederlands tussen? Hey, iets met Gerard. Ja, laptop. Ik zie de naam Gerard de 2 keer voorbij komen. Bonjour. Even kijken hoor. Break. Nee, hier staat niks belangrijks in. Oh my days, staat er aan het einde. Had je dat ook al gezien? Ja. Oh my days. Hier staat niks belangrijks. Oké, dus hier moeten we... Oké, dit is, we dit moeten we dus waarschijnlijk de boot aan de praat zien te krijgen, zodat we hiermee weer kunnen ontsnappen. Trouwens, wat? In dat eerste huis waar we zaten was een repeater. Oh mijn god, inderdaad. Wacht, ik dump hier even allemaal boekjes en allemaal nutteloze dingetjes. Mijn sokken die laat ik hier ook achter. Zo, oké, wacht. Ik ga nog heel even boven kijken. Hier hebben we het stuur. Dat is heel leuk bedacht. Oké, nee, prima. Dit is duidelijk. Hier kunnen we zitten. Gaan we die eerst ophalen dan, of willen we eerst andere dingen doen? Wat is dit nou weer? Op het eiland. En het is niet leuk hier. Ik vind het niet leuk hier. Ah, dit is te veel. Er ligt te veel rommel. Hey, ijzer. Ja. We kunnen een zwaardje maken, Robin. Wacht. Oh, hier nog meer ijzer. Oké, kan je ook een ijzerzwaardje maken? Nog meer ijzer. Nou, dan kunnen we armor maken. Ja, wel, dat zijn ook sticks. Ja, dat zijn genoeg sticks. Oké, ik kan zelfs een helmpje maken voor mezelf. Die doe ik op. En ik kan boots maken. Die doe ik op. Of aan. Eigenlijk hebben we dan nog meer ijzer nodig. Hey, een stone axe. Oeh. Hey, helm. Ah, die heb ik gemaakt. Oh ja, zeker niet. Oké, laten we op pad gaan. We kunnen nu zelfs een beetje zombies zien te killen. Hier, kijk! Hier, we vechten gewoon terug! Hoppa! Een flint en steel, die neem ik mee. Er liggen hier echt nog heel veel, gewoon, wat we kunnen gebruiken. Ah, ik gooi mijn zwaard weg. Ah, mini zombie! Oké, abort mission, weg hier. Terug naar het ene huis, we moeten die disc ophalen. Moeten we niet... Marcus. Laten we die disc ophalen. Moeten we opsplitsen? Ja, ik ga het huis in. Oh mijn god, ik hoor zo'n vliegend beest. Phantoms! Oké, ik ben in het huis. Dan ga ik daar even die music disc zien te bemachtigen. Of die music disc, wat zeg ik nou? Wat was het ook weer? Wat lag hier nee, ook weer? Nee, repeater. Waar was die? Welke verdieping? Onder, boven? Onderaan? Ja. Ja, ik heb de redstone repeater. Die heb ik. Waar ben jij? Ik ben Shaki. Wie, Shaki? Wat? Ben je bij Shaak? Waar ben je? Ben je hier, Robin? Robin, waar ben je? Oh, je zit in het huis. Oeh. Robin. Help. Ja, wat doe je nou weer daar? Nee! Robin! Ik ga dood. Ik ga wegrennen. Ik ben dood. Ik ben op de boot gespand. Oh, maar je houdt je spullen. Dat is wel een fijn teken. Nou, dan maak ik me niet meer druk. Oké, laten we even naar Gerard gaan. Die stond boven op het dak. Misschien weet hij meer. Oude man! Een man? Oude man! Oude man? Ja! Oude man! Ik dacht dat ik zei oude man. Is alles oké? Waar ben je? Waar is de oude man? Ja, ik ben gewoon gebeten. Deed een beetje pijn. Oh, gebeten. Wordt hij ook een zombie. Waar is hij, Robin? Waar ben je? Hier. Ja, waar is hier? Die is gewoon gebeten door een zombie. Je weet hoe dat in films gaat. Hoe redden we precies een oude man die ik zit in dat gebouw. Oh, ja. Hier. Oké, wacht. Hoi. Waar zit hij? Max, zombies zijn je gevolgd!
Oh, jullie vinden een... Wat vonden we? Een goede plaats. Wacht even hoor, we gaan okay, even opnieuw lezen wat laten de oude man hier. Zegt. Oh, je leeft normaal... volgens alles oké. Okay. Ja, de oude man is gebeten. Dus wij zijn bang dat hij dan, zeg maar, ook in een zombie verandert. Dus ik zeg, maar Robin, hij heeft ons wel geholpen te ontsnappen. Van de politie, dus we moeten hem helpen. Ja, en hoe redden we precies de oude man, vraagt Robin. Zonder dat hij verandert in een vleesetend monster. Zeg, ik besluit hem ergens op tot we terug in de gewone beschaving zijn. Waardoor Robin zegt, kom op oude man, we gaan je even opsluiten. Het is voor het goede doel. Jee, ik hou van goede doelen. Oké, oude man, we laten je hier. Normaal ben je hier veilig. Oude man. Oh, hij hoest agressief. Waar zijn we? Oh, dit is op de boot. Oh, ja. Dus de oude man hebben we die hier achtergelaten of zo? Of... Ja, ik denk het. Oh, oké, wacht. Ik heb de repeater. Die kan ik gelijk plaatsen. Hier. Redstone repeater. Zo. Ja, dat moet hij niet zo waarschijnlijk. En ook niet zo waarschijnlijk, hè? Zo. Oké, hij staat. Ja. Dus we hebben de oude man hebben we gered. Dat is fijn. Die is op zijn plekje weer. Misschien kunnen we Gerard ook even redden. Zullen we dat gelijk nu doen? Ja. Voordat we natuurlijk weggaan, dat we wel iedereen mogelijk nog terug zien te krijgen. Behalve Mitni en Destiny. Ja, die boeit ons niet. Die boeien ons niet zoveel. Die zit hier toch? Hier rechts? Welk dak was het? Dit dak? Oh, hier, deze. Ja, misschien deze. Ik ga meteen naar boven. Ja, ik ook. Creeper, creeper, creeper. Skeletons, creepers, skeletons, creepers. Spinnen. Skeletons, creepers, spinnen. Oh mijn god, hij zat niet op dit dak, hè. Oh jawel, Gerard. Jawel. Gerard, we komen je redden. Er is geen knop. Gerard. Nee. Oeh. Ik heb het overleefd. Oké, ik ga gelijk het andere gebouw. We kunnen Gerard niet redden. Gerard stond ook op de vlucht veranderen. Misschien dit gebouw. Hier beweegt allemaal licht. Er zitten te knipperen en zo in dit gebouw. Oh, een kikker. Ik ga hier snel naar binnen. Oh, gold nuggets. Misschien kunnen we die meenemen. Ik pak het huis daarnaast. Oké, ga jij ook maar dingen zoeken. Ah, ik schrok. Van wat? Jou. Ja, ik was in het huis. Ja. Oh, alle lichten knipperen hier ook. Oh, je bent dood. Misschien is hier boven iets. Wat is dit allemaal? Oh mijn god, hé. En ik vind ook nergens de goede onderdelen. Oh, hier! Ik heb een redstone comparator ding eens gevonden. Een nieuwe redstone ding. Goed zo. Heb jij al iets gevonden nog? Een creeper heb je gevonden, hoor ik. Ik heb flint en steel, potion, rotte koffie. Lekker. Ja, vind ik ook. Ah, het is zo druk hier! Ja, hier ook. Dat overleef ik toch nooit? Oh, mijn deze. Oh, mijn deze. Oh, mijn apennootjes. Allemaal lekkere apennootjes. Dit is hoe weer... Hoe heb je dat ding gevonden? Ja, in een roze shulkerbox. Ik moet dit overleven. Eén hartje. Eén lekker zacht nat hartje. Oh, ik zit in een badkamer en ik... Oh mijn god, er zit geen normale deur hierin. Nee. Ga weg. Ik ga dood. Ik zit in een kantoorpand. Oh, maar deze. Ik overleef het. Robin, help. Ja, Robin, wat zit je nou te zeuren? Gast, het is eng. Ik heb een redstone-lamp. Oh, ik heb de poort dichtgemaakt. Ze kunnen niet meer door. Oh, oké. Ik heb het soort van overleefd. Okay. Ik ben te jumpscared. Wow. Ik werd gejumpscared. Oh my days. Gast, dit heb ik nog nooit in Minecraft meegemaakt, dit. Wat is hier gebeurde? Wow. Dit heb ik echt nog nooit in Minecraft meegemaakt. Er kwam ineens een zombie soort van op me afrennen. Wat goed. Wow. Dat is echt okay. Nieuw. Ik heb een redstone lamp. Oké, dus we zijn al iets verder. We hebben al iets meer. Oké, we moeten dat huis binnen waar jij voor de eerste keer dood ging. Ik weet het zeker. Welk huis is dat? Dat is met die barriers. Barriers? Ja, ik zit in het huis waar we de oude man gevonden hebben, want daar hebben we nog geen items gevonden. Misschien dat ik daar wel... Oh mijn god, een baby zombie. Misschien kan ik hier wel iets vinden nog. Moesten we ook normaal redstone hebben? Want ja, hier moeten we 100% naartoe. Ik kan op het dak zien te komen hier. Misschien dat hier ja, iets neem is. Alles Mubbert! Maar van redstone mee trouwens. Ik heb Mubbert gevonden! Nice. Wacht, de zombie moet van het dak af. Misschien heeft Mubbert wel wat te zeggen. Mubbert, wat doe je hier? Nee, Mubbert wil ook niet praten met me. Mubbert wil net zoals Gerard niks zeggen. Maar is hier niks? Mubbert heeft ook niks te zeggen. Mubbert is hier ook heen. Waarom zijn ze naar het eiland gevlucht? Ik heb een blok of redstone. Hebben we dan alles? Ik zie daar boven op het gebouw. Heb je die? Nee, die heb ik al. Die heb jij daar? Oké. Wat moesten we nog meer hebben dan? Ik weet, een comparator denk ik. Die heb ik. Oh, ik heb een comparator. Dan gaan we even terug naar de boot. Even een balans opmaken. We zijn gewoon letterlijk gestrand op een soort zombie-apocalypse eiland. Nadat we neergestort zijn met het vliegtuig. Omdat die stomme Bob gewoon niet normaal kan varen of vliegen. Oh, ja. Alles ontploft. Oké, de boot zijn we in ieder geval veilig op, denk ik. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ik moest naar beneden. Kom op. Oké, heb je alles geplaatst? Nee, ik heb hier de lamp. Ja, ik heb hier de comparator. Die staat... Andere kant op. Zo staat die. Oké. En dan heb jij en de dust. Redstone blok. Jij hebt nog dust. Ja, die heb ik. Boom. En heb jij de redstone blok. Oké, go. Ja. Ja. Oh. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? De motor gaat aan! De motor! Hij staat starten! Amai, de boot maakt wel heel veel lawaai! Jij ook!
Hou je mond, Max. Jij ook, Robin. Nu dat de boot weg, kunnen we weg van dit eiland. Moeten we dan niet iedereen redden? Of hebben we alleen de oude man gered? Ben je zeker dat de boot het gaat uithouden tot over zee? Ik weet het niet zeker, maar hopelijk wel. Ik ga hem aan het stuur. Kom, Robin, we gaan de rest snel halen. Dan gaan we naar huis. He, eindelijk. Oh, na een tijdje. Wat gebeurt er na een tijdje? Jullie varen weg. Jullie varen weg. Eens veilig. Oh jee. Oude man wordt beter. Oh jee. De oude man is beter. Jullie leven jullie allemaal. Jullie leven allemaal. Oh, we hebben het overleefd, Robin. Lang en gelukkig. Oh, dit was hem! Einde! Gast! Wat was dit een live map van de kijker. Voilà! Dit was de grotere map met meer brein. Net zoals gevraagd. Hopelijk vonden jullie... Oh, gast, dat vroegen we inderdaad in de vorige. Met meer brein, zeiden we. Echt? Ja, hopelijk vonden jullie het een leuke map. We hebben er heel lang aan gewerkt. Zoals altijd mogen de kijkers een score achterlaten. Jongens, laat nu jouw score van 1 tot 10 achter. Maar voor mij gaat hij echt ver boven de 10. Robin? Ja, voor mij ook. Voor mij gaat hij echt... dit is echt goed bedacht. Maar ook dat hij zo lang was. Is zo leuk. Yeah. Dus ik geef het een 20. Een 20. Robin geeft het 20. Voor mij krijgt het ook een dikke 20. Dit slaat helemaal nergens op. In de comments. Oh, achterlaten in de comments. Bedankt voor het spelen. Er komt hopelijk nog een volgende, alsjeblieft. Laat er nog een volgend deel komen die nog langer is en nog zieker en nog gaver. En laat dezelfde karakters terugkomen. Echt waar. En ik wil in het volgende deel hebben dat de oude man denkt dat Robin een worstenbroodje is. Dat hij verward is met Robin en dat hij lijkt op een worstenbroodje. Dat hij dan Robin misschien op wil eten. Ja, maar wel nooit meer zo lang. Oh, mijn hersenen doen pijn. Ja, maar mijn hersenen vonden het heel leuk. Inderdaad, geen super lange mappen meer. Bye bye. Jawel, ik smeek het, Robin. Smeek het even. Kom. Alsjeblieft, oh please, oh please, oh poe, alsjeblieft. Shoutout naar Jelmer J-Hond Games. Chantal. Chantal, Z-Wolf Games en Verre F-Hond Games. Jongens, echt waar. En dames Chantal. Jullie zijn echt wauw. Echt heads off voor... Ik doe het gewoon. Petje af voor de mooie map. Laat vooral jouw cijfer achter nu in de reacties, jongens. En vergeet niet te liken en te abonneren. Maar voor nu, bam! Kijk even lekker deze sfeer om. Want dit is het vorige content... Veen deel? Dat zeg ik uit automatisme. Maar dit is gewoon een andere map van de kijker. Dit is helemaal geen content veen. Kijk gewoon even deze map van de kijker. Het is een goeie. Het is echt. En nu spreek ik later pas. Tot de volgende keer. Yo!